Kati en ik werden uitgenodigd, was de uitnodiging gericht aan ons met twee. En wat heel geestig is, dat je voelt dat er een reflex is om te willen een overzicht maken. En dat was nu niet de uitnodiging. Dus de uitnodiging was effectief, je krijgt dat eerste verdiep. Dus je krijgt een ruimte, een periode en middelen om iets te doen. En dan heb ik ook beslist om een aantal facetten van mijn praktijk in een soort van constellatie ten opzichte van elkaar te plaatsen. Ik hou niet van alles minimaal en eigenlijk, ik ben altijd eerder zo uitpakken. Dus en ik toon graag alle verschillende media die du. Voor mij is het ook het spannendste dat er niet alleen een schilderstentoonstelling wordt, maar dat er dingen ook gebeuren. Ik heb daar graag dat er iets kan gebeuren en ook fout kan gaan ofzo. Ik had overlaatst voor mijn tentoonstelling in Chicago al een pop gemaakt, also een kop met lichaam. En da war es auch ein Sort von Selbstporträt, du nannte da Schutzengel auf Painting. Ja, der werkte so gut, ich wollte gerade noch eens machen. Mal auf eine andere Manier, auf eine andere Situation, so, da ihr echt in eine Umgebung zurechtkommt. Das nie habe wir der Künstler mit seinen Müse in ihren Habitat, auf Lebwelt oder so. Ich wollte, dass er beinahe ist als bei der Apen in der Zoo, da ihr drin habt so seinen Baum, seinen Tack. En je hebt een schommel en dan heb je bijna een soort van pretboom. Waar dan, daar is een tv en daar komt drank uit. Boven is een fles, er trekt iemand anders aan. Er komt één portie rivier naar beneden en dan drinken. Maar ik heb graag dat er iets mee kan gebeuren. Dus die boom waar die schnapsrivier is, die is wel belangrijk of zo. Deze buisconstructie die hoort eigenlijk, of is een onderdeel van het werk Very Good, Good, Not So Good, Bad. En dat zijn eigenlijk vier termen die dat we hanteren om dingen te evalueren, te waarderen. En als we die buizen volgen naar waar dat die vier buizen samenkomen, dan kan ik u vertellen dat in die bak daarboven, dat ik daar via de ladder een bal in kan gooien. En dat die een bal in één van de vier polen uitkomt, maar dat ik niet weet waar. Omdat er in die bak een soort van toevalligheidssysteem zit. Dat is een dagelijkse taak. En dat balken dat wordt gekoppeld aan een element uit mijn archief. Dat kan een tekening zijn, een idee, een bespreking in de krant, ik weet niet wat. En dat wordt dan gekopieerd op A3. En waar het balletje landt, in die clickframe wordt dan die A3 geplaatst en gewaardeerd. Dat is eigenlijk een hele toevalsmanier om dingen te herwaarderen. Ah, ja. In de hoek. So this is a good poem. So today it has to go in here, and tomorrow I will evaluate something else. Ik wou zo graag iets, eigenlijk een knop duwen en iets begint iets te doen of iets te vertellen. Muziek is zo veel krachtiger dan schilderkunst in de moment. En ik wou daar gewoon eens uitproberen hoe dat ook samenwerkt. Dat je echt die stemming ligt of zo. En het is zo goed dat je die personages kunt creëren. Het is zeer persoonlijk, dus natuurlijk is dat misschien leer je me kennen of zo een beetje. Maar ik vind het belangrijk dat je alles bijeen hebt, dat je al die verschillende media's hebt, dat je die film hebt, die sculpturen en de drankbomen, dat je van alles kunt meemaken en dat er niet alleen schilderijen zijn aan de muur, maar dat er ook een beetje actie is ofzo. Het werk noemt Kolsi toont Kippie. En Kippenberger is de kunstenaar waar ik
heel veel waardering voor heb. En ik verzamel ook al zijn boeken. En wat leuk was en een beetje bijna protserig, is dat je eigenlijk Kippenberger op een manier een saluut doet aan hem, maar op een andere manier hem ook uitdaagt door in dezelfde kast, recht in de helft, je eigen edities en boeken te plaatsen. En dan is de titel, spreekt voor zichzelf, hè? Colsie toont Kippie en zichzelf. Overlaatst heb ik nog eens terug de Steppenwolf gelezen en eigenlijk heeft hij daar wel goed beschreven, Hermann Hesse, vond ik. Die komt trouwens ook veel terug, de Steppenwolf-idee. Dat je een soort van Schizophrenität hebt. Je hebt die Kant, die alleen wil vreten en säumen en nöken. En dann heb je die Kant, die philosophische Questies will bespreken, intellektuell will sein en naar Mozart beluisteren. En die twee wringen heel de tijd met elkaar. En daar herken ik wel ook in mijzelf, hè, dat probleem. En dus in dat boek zegt hem dat hij dat kan oplossen door het alles met humor te bekijken. En ik vind ook dat je kunt zware thema's aansnijden, maar als je die met humor pakt, dan is het draagbaar of zo. Dan wordt het leven terug draagbaar.